Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Hier is jij al Ik doe vrolijk, misschien merk ik het ook wel. Ik weet het nog niet. Ik weet nog niet hoe mijn humeur erbij zit vandaag. Maar wat doet het ertoe? Want het gaat niet om mij. Het gaat namelijk om... Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Ik ben zo benieuwd. Jullie ook. Misschien moet ik wel Jans Reviews the Musical gaan maken. Dat we er een heel spektakel van maken. Dan zie je op het toneel zie je Achmedje. En die is dan aan het shoppen en aan het kijken. En dan zegt hij, dit lijkt me fantastisch voor Jans Review. En uiteindelijk zie je mij dan aan de tafel zitten, voor mijn eigen telefoon, met een doosje. Die dan zegt, wat zit er onder het doosje? En dan heel koor met elkaar, wat zit er onder het doosje? Oké, ik sla een beetje door. Nou, wat zit er onder het doosje? Kijk, drie rode zakken. Maar wat is het? Witchio chips? Ik weet niet helemaal wat er met Achmedje aan de hand is. Misschien heeft hij wel aandelen, Chio. Want ik heb die pompberen, die hartjes, dat heb ik allemaal al niet gehad van het merk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken het merk niet zo heel goed, behalve dan die pompbeertjes. En ze schijnen dus heel veel verschillende soorten te hebben. Chio, Los Mixos, met een Gombreras, een Mexicaanse hoed. En Sweet Chili Pepperos, dus dat is verschrikkelijk hetos. En een brandje je bekkers, niet te geloven. Helemaal gezien. Chio. Kieselen, dat is een beetje Duits, ja. Kieselen, Emmentaler flavor, Emmentaler is kieselen. Dat zijn kaas champions van die Chio, jawohl. Ik ben een kaas champion, jawohl. Ik ga het zeggen. Mixplosions. Wat in godsnaam zijn mixplosions? Maar wel van paprika. Mixplosions. Het zal mij worst lezen wat dit betekent, de mixplosions. We hebben Duitse kaas, we hebben Mexicaanse bekkenbranders en we hebben mixplosions. Whatever. De vraag is waar ga ik mee beginnen om te proeven? Ik weet al zeker dat dat niet de Mexicaanse peper los mixers is. Omdat ik daar nog niks mee proef, omdat ik mijn bek ga branden. Ja. Achmed vindt het leuk als ik mijn bek brand. Dat gun ik hem ook best. Ik eet het ook op. Maar niet als eerste, want dan proef ik de rest niet meer. De kezel. Die smaakt lekker naar kezel. Dus ik begin eigenlijk gewoon met de poepzaaien los. Plosions. En ik moet eerlijk zeggen. Ik spreek een redelijk woordje over de border. Maar wat mix plosions. Wat dat plosjons is, weet ik niet. Maar mais snack met paprika smaak. Ja, dat is dus het hele verhaal. Het is helemaal geen chips. Het is een mais ding. Maar ja, wat plosjons met mais te maken heeft, dat weet ik ook niet. Kijk naar wat leuke, hartstikke leuke vormpjes. Bijvoorbeeld een driehoekje. Een theester. En een rondje. Ja. Weet je wat het smaakt? Je hebt dat van die kaas, dat hebben ze hier volgens mij ook, van die kaasdingen, niet de kezelen, maar van dit spul, alleen van kaas, in een soort pindafvorm, een beetje groot, ziet eruit als peurschuim. Nou, dit ziet er ook uit als peurschuim, dit smaakt ook naar peurschuim, alleen daar hebben ze dan die vieze, bittere kaas troep erin gemeukt, en dit smaakt een beetje naar paprika. Is een beetje pittig, maar is het lekker. Ik vind de structuur hiervan, net als van die kaasknabbels, helemaal niet lekker. Het is gewoon een soort maispeurschuim met de smaakie. Nou, die mix plosjons, die mogen ze wat mij betreft houden. Er zit nog pittige paprika ook. Brand een beetje in de keel. Yolahiti. Talking about Yolahiti. We gaan naar de kisselen. Ja? We gaan naar de kisselen. We gaan even een lekker potje kisselen. Ja? Ja, de...
kaasgeur komt je tegemoet. Maar niet die vieze bittere kaasgeur die ik vaker in deze vorm heb gehad. Oh, kijk nou wat leuk. Dit is net een kaasblokje, vergaten kaas. Ja, dit is van Emmentaler kaas. En Emmentaler kaas heeft een speciale geur. En dat heeft gewoon deze geur. Wat is dit precies? Dit is wel een aardappelsnackje. Dit is wel iets met aardappel. Gemaakt van aardappelpoeder. Dus dit is een soort gepoft aardappelkaasblokje dingetje. Dit is wel een aardappelsnackje. Dit is wel iets met aardappel. Gemaakt van aardappelpoeder. Dus dit is een soort gepoft aardappelkaasblokje dingetje. Is het lekker? Ja. Ik vind het wel een lekker kaaschipje. De meeste van die kaaschipjes zijn niet te vreten. De meeste van die kaaschipjes lijkt of je van, het oorsmeren uit van een heel vies oud mannetje zit op te karen. Ik ga het gewoon kopen, hè. Zo lekker. Ik wil gewoon een huis hebben. Heerlijk. Daar had ik echt niet van. Ik dacht echt dat het niet te bunkers zou zijn. Het is echt serieus. Hartstikke lekker. Chio Keeselen. Niet vergessen. Nou, dan hebben we er nog eentje over. Los Mixos. Chili, Mexicaanse bekkenbranders. Geen zin in. Wat is het? Mix van My Snacks. Dat is weer hetzelfde als dit. Dat is dat gepofte maispeurschuimspul. En hier hebben ze dan nog hele hete peper op gesodemieterd. Oh, dit ziet er wel even anders uit. Kijk, dit ziet er wel... Het is gewoon niet wat ik zei. Sorry, ik neem dat terug. Dit is dat gepofte peurschuim. Dit zijn meer zoals... God, hoe heet het? Dus minder van dat schuim. Dus een beetje zoals... Hoe heet het, die rondjes? Die toetertjes waar je dan roomkaas in kan spuiten. Hoe heet die dingen nou? Dat is precies hetzelfde. Nou ja, ik weet wat ik bedoel. En ik vind dit lekker. Ik vind de rollende toetertjes namelijk ook lekker. God, hoe heet die dingen nou? Dave. Ja? Hoe heet die toetertjes waar je, van chips? Bugles. Nee. Zijn dat bugles? Ja. Waar je ook wat in kan spuiten? Ja. Ik heb net even gevraagd, het zijn bugles. Het is hetzelfde als bugles. En ik zal je vertellen, ik had verwacht dat ik giga met mijn kaas zou branden. Doe ik niet. Het is pittig. Het is een beetje pittig. Niet vervelend pittig. Lekker pittig. Het is gewoon ook lekker. Ongelooflijk. Wat een positiviteit, jongens. Positiviteit. En dat net voor het weekend. Mooi. Tijd voor de cijfertjes voor de zoveelste Chio Chips review. Is iets chips als het niet voor aardappel gemaakt is? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, deze twee zijn van mais. Deze is van aardappel. Deze is niet de bunkeren. Dat is de Mix Ploysions Paprika. Gewoon niet lekker. De structuur van die dingen is niet lekker. Dus dat schuim, het is niks, het verdampt in je bakkers. Dan blijft er over een beetje pittige paprika. Nee, misproduct. Ik krijg een 4. De pittige los mixos is niet heel pittig, maar wel heel lekker. En die krijgen van mij gewoon echt een 7'tje. Dit is gewoon echt een prima chipping van Chios. Van mais. Maar in ieder geval niet te heet en goed voor smaak. Absolute winnaar is die Keeselen. Ja, die Keeselen van die Chio. Ik vind het de vondst. Ik wist niet eens dat het bestond. Emmentaler. Chippies in de vorm van een blokjes kaas. Gemaakt van aardappel. En het is nog lekker ook. Die krijgt van mij gewoon een 8. Deze ga ik kopen. Deze ga ik in huis halen. En dan zeg ik, als mensen dan een biertje kopen, zeg ik, ik heb iets speciaals. En dan flikker ik deze in een bakje en dan is iedereen weer blij. Hè? Mooi. Prettig weekend. Dag.